In elk geval, buurtbewoners die merken het op. Zij zeggen ook, de instelling heeft er een lange tijd al gezeten. Het zei dat er nu een verbouwing heeft plaatsgevonden. En er is natuurlijk ook het Kasperhof dat gesloten is, een andere GGZ-instelling. Is het aannemelijk om te zeggen dat er meer overlast is sinds de gedeeltelijke overplaatsing van de cliënten van het Kasperhof naar de Julius-instelling De Gantel? Nou, dat beeld hebben wij niet. En wat ik net al zei, dat zou dan gestaafd moeten worden met toename van meldingen en feiten. En dat is er niet. En dus ja, daar kan ik geen bevestiging van geven. En bovendien is het zo dat Julius, waar het in het verleden meerdere open afdelingen had, bij mij weten we nu nog maar eentje is. Dus in die zin is de kans zelfs kleiner dat er mensen zomaar op straat lopen. Zijn de mensen wel daarover bijgesproken, dat de cliënten zouden overkomen van het Kasperhof naar De Gantel? Ja, voordat die verhuizing of die verbouwing plaatsvond, hebben uitnodigingen naar de buurt plaatsgevonden. Overigens een destijds matig bezochte bewonersbijeenkomst. Ja, en ik kan me voorstellen, en daar ben ik zelf wel een voorstander van, dat we wat energie gaan steken in het optuigen van misschien een beheerscommissie met partijen waarin ook bewoners vertegenwoordigd zijn. Al is het maar om de buurt het vertrouwen te geven dat we daar wel degelijk serieus op ingaan als er serieuze zaken zijn.